Sinds 1919 organiseert de Stichting Zomerfeesten Bekkum jaarlijks de Pinksterfeesten met als doel met de Bekkumer gemeenschap een feest te organiseren voor jong en oud. Ja, we zijn heel tevreden tot nu toe. Het weer laat ons een beetje in de steek, maar ik hoorde vanmorgen dat vanaf 1936 niet zo koud is geweest op eerste Pinksterdag. Maar goed, aan de andere kant is het ook zo dat mensen heel veel alternatieven met mooi weer kunnen laten varen. En we kunnen toch echt merken dat het hele weekend al drukker is als voorgaande jaren. Vrijdagmiddag zijn we begonnen en gisteravond was het ook heel druk. We hebben nu vanmiddag een wipe-out gehad. Over enkele minuten gaat hier het Norberrock Festival van start. En we verwachten vanavond toch ook een kleine 2000 bezoekers. En daar zijn we daar heel tevreden mee. En voor de hoeveelste keer wordt dit nu al gehouden? Dit is de 97e editie. Dus in 2019 hebben wij het 100-jarig bestaan van Bekkum. En daar zijn inmiddels de voorbereidingen ook al voor gestart. En we proberen nog een heel leuk weekend aan te bieden voor een heel breed publiek. Dus onze insteek is voor jong en oud een heel leuk programma. We hebben ouderenmiddag kinderfeesten worden georganiseerd. Wipe-out voor de jonge jeugd. Gisteravond hadden we voor de eerste keer MX Airtime. Dat is een motocross evenement. Wat uniek was voor Europa, speelt zich tot nu toe alleen af in Amerika. Gisteren hebben we geprobeerd, is ook een heel groot succes geworden, dus daar kunnen we jaren mee vooruit. Oké, kom in Bekkum, geweldig feest. Pinksterfeesten, geweldig. Jongens hier, kom in Laren, speciaal in Bekkum. Hey, hoppa. Dames, vermaak jullie mee hier. Heel goed, ik besta echt op niks van. Heel goed. Ja, ik maak me heel goed, ja. Jazeker, top. Top bestaan. Ik kom alle naar Bekkum. Het is nog geweldig. Thank you.